kost. Pieter Post met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven pakjes brengt hij door het land. Pieter Post met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt die jou ook wat? Hoor je klop, de post! Kijk gauw op de mat. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Een ontsnapte koe. Hoi, Pieter. Ha, baas Klus. Hier is je post. Oh, dankjewel. Speciale bezorgservice met Pieter. Ho! Pieter, kun je hier snel naartoe komen? Wat is er, Ben? Je speciale pakketje is hier. Ho! We moeten opschieten, Smoes. Ben heeft onze hulp hard nodig. Kom mee. Dag, baas. Dag, Pieter. Er ligt een speciaal pakketje klaar, Smoes. Ik ben benieuwd wat het vandaag is. Ben? Dit is Daisy. Je speciale pakketje voor vandaag. Ze is aangekomen met de Rotterdam-sprinter. Ze is voor Ab. Dank je, Daisy. Ik ben weer schoon. De speciale bezorgservice kan alles bezorgen. Maar een dier kun je niet zomaar in je tas stoppen. Oké, even kijken wat voor vervoersmiddel we nodig hebben. Ik zie het al. Een dierentrailer. Anna heeft een paardentrailer. Die mogen we vast van haar lenen. Kom terug! Kom terug! Wat moeten we nu toch doen? Ik ga achter Daisy aan en jij belt Anna. Ho! Goed plan. Hallo, Anna? We hebben je hulp nodig. Er is een koe ontsnapt. Die koe is prachtig, Lucie. Maar je moest alleen dingen tekenen die je ziet. Maar ik zie ook een koe, juffrouw Laura. Kijk! Oh, nee. Koe, wat doet die koe hier? Ik zei het. Ze heeft honger, denk ik. Hé, mijn lunch! Oké, allemaal. Niet te dicht bij de koe gaan staan, hè? Nee, we zullen niet te dicht. Wat is hier aan de hand? Daar staat een koe, meneer Van Zijl. Doorlopen, alstublieft, koe. Het belemmeren van een doorgang. Daar staat een fikse boete op. Zeg eens, bij wie hoor je? Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ben je weer terug, Pieter? Mag ik dit touw van je lenen, Klus? Tuurlijk, maar waarvoor? Ik moet mijn speciale pakketje vastbinden. Dag. Het is zeker een heel erg groot pakketje. Sorry, je moet toch even in je stal blijven, Snoesje? Ik moet Pieter helpen met zijn speciale pakketje. Ben zo terug. Kijk, daar is Pieter.
Luister, Pieter, is dit jouw koe? Ja. Nou, nee. Ze is een speciale bezorging voor Ab van Driel. Koeien horen in de wei te staan. Dat komt goed. Tenminste, als ik haar kan vangen. Achteruit allemaal. We willen niet dat ze in paniek raakt. Oh, goed werk, Pieter. Oh. Stop die koe, stop die koe. Hij moet haar stoppen, maar hij weet niet hoe. Als een trein raast hier rond, sleept Pieter mee over de grond. Stop die koe, stop die koe. Hij moet haar stoppen, maar hij weet niet hoe. Het dier raast door en wordt nooit moe. Dus stop die koe, ja stop die koe, ja stop die koe. Oh, oh. Oh Daisy. Oh, oh, ha, oh. Speciale bezorgservice met Pieter. Pieter, hoe gaat het daar? Het gaat prima, Ben. Op mij kun je rekenen. Pieter! Pieter, volgens mij heb ik je speciale pakketje gevonden. Ah, wat fijn. Bedankt dat je me komt helpen, Anna. Geen probleem. Nu moet ze in de paardentrailer. Oh, Daisy, kom terug. Ja, kom maar. Oh, gaat het wel met je? Ah, ja hoor. Oh. Ik weet al hoe we haar in de trailer krijgen. Kom op, Daisy. Volg het sappige gras maar. Gelukt. Goed werk, Pieter. Speciale bezorgservice komt eraan. Wij zetten altijd door. Ja toch, Smoes? Smoes? Wat hoor ik nou? Dat lijkt Smoes wel. Oh. Anna, ik ben Smoes. Smoes? Hij zit achterin. Oh. Smoes, je bent veilig. Speciale bezorgservice. Hoi Ben. Hi Pieter, heb je nog ergens hulp bij nodig? Geen zorgen. Alles onder controle. Ik zie je later. Kom, Anna. Dit speciale pakketje moet naar de nieuwe eigenaar. Oké, Pieter. Oh, hallo, Ab. Ab, jou zocht ik. Ik heb een speciaal pakketje voor je. Een nieuwe koe. Ah, ja, ik zie haar. Oh, nee. Daisy, wat doe je daar nou weer? Oh, ze is vast bang. Hoe kregen we haar daar nou vanaf? Ik weet iets. Ik kan haar naar beneden halen met de speciale bezorgservice helikopter. Dan heb je wel iets nodig om haar mee op te tillen. Ik heb wel iets in mijn behandelkamer. Briljant. Goed, dit kan ik niet in mijn eentje doen. Anna, wil je me helpen? Dat wil ik graag, maar... Oh, ik ben bang om te vliegen. Geen zorgen, Anna. Ik ben een hele goede piloot.
Bij mij ben je veilig. Kom op, Hanna. Dat kun je echt wel. Daisy heeft me nodig. Ik doe het. Maak je niet druk, Ab. Het komt goed. Bedankt, Pieter. Succes! Oeps. Ah, Pieter. Goed werk. Fijn dat het gelukt is. Ik ben echt trots op je. Haha. Hé, hey, waar gaat het naartoe? Ik heb nu even geen tijd. Het pakketje is nog niet op de juiste plek. Oh. Anna, ben je er echt klaar voor? Ja, Pieter. Het is tijd om te gaan vliegen. Hier is je veiligheidsharnas. Zo kan er niks gebeuren. Dank je. Operatie Red Daisy gaat nu van start. Zit hij vast, Anna? Ja, en ik ben niet bang. Oh, 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 oh. Klaar om te gaan. Succes, Pieter. We zijn er bijna. Oké, Pieter. Oké, ik ga naar boven hangen en dan laat ik je zakken. Ik ben er klaar voor, Pieter. Ja, daar zijn ze. We moeten opschieten. Ze is heel bang. Oké, daar gaat hij dan. Schiet op, Hanna. Ja, goed zo. Bijna. Je kan het. Rustig maar. Ik ga je echt geen pijn doen. Je bent een brave koe, Daisy. Wees voorzichtig, Anna. Zo. Nu gaan we even gezellig een klein stukje vliegen. We zijn klaar, Pieter. Goed werk, Anna. Kom, we gaan, Smoes. Dit speciale pakketje wordt bezorgd. Maak je over mij maar geen zorgen. Ik kom wel beneden. Dag. Ik zie jullie in Groenbeek. Een speciaal pakketje. Pieter brengt het graag. Een speciaal pakketje. Juffrouw Laura, er vliegt een koe door de lucht. Koeien kunnen helemaal niet vliegen, Julian. Deze wel. Oh. Dat zie je niet vaak, zeg. Hier is je nieuwe huis, Daisy. Ze is weer veilig. Bedankt, Anna. En jij ook bedankt, Pieter. Jullie hebben haar gered. Ik was vandaag de vliegende dierenarts. Hoort allemaal bij het werk. Nee, nee. Speciale bezorgservice. Missie volbracht. Een speciaal pakketje. Pieter brengt het graag. Pieter Post. Een speciaal pakketje. Pieter Post. Welke post brengt hij vandaag? Pieter Post, hij is de man die ons helpt en alles kan. Missie volbracht.